Samenvatting watt, volt en ampère. Watt is de eenheid van vermogen. De hoeveelheid watt geeft aan hoeveel energie een apparaat verbruikt in een bepaalde tijd. Watt kan ook worden uitgedrukt in de hoeveelheid energie per tijdseenheid, want 1 watt is 1 joule per seconde. Soms wordt er ook kilowattuur gebruikt. 1 kilowattuur is de hoeveelheid energie die gebruikt wordt als je 1 apparaat met een vermogen van 1 watt 1 uur laat draaien. 1 kilowattuur staat gelijk aan 3,6 MJ. Ampère is de eenheid van stroomsterkte en geeft aan hoeveel elektronen er door een apparaat lopen. Volt is de eenheid van spanning en dit geeft aan hoeveel energie de elektronen met zich meebrengen. Watt, ampère en volt hebben iets met elkaar te maken. Je kan namelijk getallen met deze eenheden invullen in de volgende formule. P is U keer I. Hierbij is P vermogen in watt, U is spanning in volt en I is de stroomsterkte in ampère. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.